Hallo? Hallo? Ja. Ik ben aan het trainen voor het WK wielrennen en ik ben gevallen met de fiets. Ik denk dat er eigenlijk iets kapot is. Dan ben je op het juiste adres, mijn beste. Maar wat ik nu zie, je komt hier met een stalen frame. Dat is wel een beetje een zeer oud materiaal dat men de dag van vandaag eigenlijk niet meer gebruikt voor fietsen. Men is overgegaan naar aluminium of titaanlegeringen. En de dag van vandaag zijn het dus de carbonfietsen of de frames gemaakt uit koolstofvezelversterkte epoxy. Die uiteraard veel lichter zijn. En daardoor kan men tijdens het racen heel wat energie besparen. En de energie die men dus nuttig kan gebruiken om snelheid te ontwikkelen, zal jou natuurlijk ook een voordeel geven wanneer het aankomt op het racen. Dus lichter is beter? Ja, niet alleen lichter. Ook de stijfheid, de stabiliteit van een fiets zijn belangrijk, maar ook de schadetolerantie. Ik ga eventjes Jeroen erbij halen. Jeroen, ja? Kan je even komen? Zeker. Oh ja, een stalen fietsframe. Hier kan je momenteel in onze X-strale computertomografie scanner een koolstofvezel epoxyframe zien, wat dus veel lichter is dan het jouwe. En met dit systeem kunnen we binnenin het materiaal gaan kijken en kunnen we kijken of er al dan niet defecten aanwezig zijn. Wat heel belangrijk is voor nieuwe prototypes, maar ook wanneer, zoals in jouw geval, er een ongeval gebeurd is en je wilt kijken of het fietsframe nog kan dienen of niet. Want als er dan bijvoorbeeld een beschadiging is, kan een nieuwe overbelasting ervoor zorgen dat, ja, dat het dan catastrofaal wordt. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor jou. Kom maar eens meekijken hier op het scherm bijvoorbeeld. Hier zie je de resultaten van een fiets die betrokken was bij een ongeval. En dit is de stuurkolom. En al die blauwe vlekjes dat je ziet, zijn allemaal beschadigingen aan die fiets ten gevolge van die val. Dus dat is helemaal niet meer veilig. Maar natuurlijk, de veiligheid van de fiets is niet alles. Ik zou toch ook eens bij onze collega's langs gaan, want ik zie dat jij nog een gewoon petje draagt. Niet ideaal, lijkt mij. Bedankt. Ja, dag. Dag heren. Is het hier dat ik moet zijn voor een helm? Dat is een goed idee. Want zo'n helm gaat je een pak beter beschermen dan de pet die je nu aan hebt. Want als je met je hoofd de grond raakt of een obstakel raakt, dan zijn er drie mechanische parameters die een rol gaan spelen. We hebben krachten, we hebben stoten, impacten en we hebben energie. Dus krachten zijn er, je krijgt krachtpieken. En als je een helm draagt, dan gaat die krachtpiek wat uitgesmeerd worden over een langere tijd. Je krijgt een lagere krachtpiek, dus minder schade, minder letsels. Je hebt ook energie van de snelheid, we noemen dat kinetische energie. Die gaat er ook uit, dus die energie wordt omgezet in vervorming en in schade van het hoofd, van schedel, van hersenen. En als je een helm draagt, gaat een deel van die energie in de helm en niet in het hoofd. En dat is de bedoeling. En wat maakt dan het verschil? Het verschil zit hem in het materiaal dat je gebruikt in die helm. Want die gaat die energie opnemen, de kracht verminderen. We kunnen dat heel eenvoudig illustreren. Het enige dat we nodig hebben is een helm en twee watermeloenen. We hebben dus watermeloen met helm en eentje zonder. En ik ga die gewoon laten vallen. Eerst die zonder helm. Vanaf 2 meter, dat lijkt niks, maar dat is al tegen dat die meloen de grond raakt, 23 km per uur. Kijk. En dan gaan we nu dat doen met de helm. Dus je ziet, aan die meloen is niks aan. De helm heeft de meloen beschermd. En dat gebeurt ook met je hoofd. En bescherming, is dat het enige wat dat telt bij zo'n helm? Of? Nee, er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Kom, ik zal je dat even laten zien aan de hand van deze helm. Ik zie dat jij een echte sportman bent. En jij gaat dus eigenlijk wel op zoek naar een echte racehelm. En hier heb je een voorbeeld van een racehelm. En wat je daarbij ziet is dat die ventilatieopeningen groot zijn, want de inspanning is groter, dus de afkoeling moet ook meer zijn. En de helm heeft ook een meer aerodynamische vorm, want snelheid is natuurlijk van belang bij een wegwielrenner. Maar wanneer je echt naar het summum van snelheid wil gaan, dan gaan we natuurlijk naar de tijdrit. En een tijdrithelm die ziet er dan weer helemaal anders uit. Je ziet dat die eigenlijk een zeer mooie druppelvorm heeft, zodanig dat de lucht hier mooi kan overstromen. Alleen, zo'n helm werkt maar goed als die mooi aansluit op het lichaam. En dat wil dus zeggen dat je een
exact nauwkeurige houding moet aannemen op de fiets om optimaal te rijden. Maar als je dat wil bekijken, dan moet je eigenlijk naar het labo aerodynamica gaan. Oké, dan ga ik daar eens gaan kijken. Hallo. Welkom. Ik ben naar hier gestuurd om mijn houding op de fiets aan te passen. Zouden jullie me daarmee kunnen helpen? Ja, we werken vooral samen met team Jumbo-Visma. Dat is het team van Primoz Roglic en Wout van Aert. En dan kijken we inderdaad vooral naar de positie van de renner op de fiets. Maar ook naar de fiets zelf. Dus materiaal, kader, tijdritstuur, wielen. Maar ook naar tijdritpakken die zo worden ontworpen om nog sneller door de lucht te kunnen klieven. Hetzelfde met de helm. Dus wat ik wil voorstellen is dat we even jou gaan inscannen met deze kledij op deze fiets. En dan hetzelfde te doen van jou met deze kledij op deze fiets. En dan zo even te kijken wat 100 jaar aan aerodynamische innovaties teweeg hebben gebracht. Wat luchtweerstand betreft en wat aerodynamica betreft. Zo, Rien. Dus we hebben nu gescand in twee posities. Dus dat is de geometrie, die stoppen we in het computermodel. Dat is eigenlijk als het ware in kleur aangegeven wat uw stroomleiding is. Dus hier zat je natuurlijk vrij rechtop. Vaak natuurlijk ook veel wind. Maar hier zit je dan eigenlijk en veel vlakker, maar ook met een goed tijdritstuur, met een goed tijdritpak, goede helm, goede fiets. En dit ken ik het al eigenlijk van de aerodynamica, de CDA-waarde. Dan zie je dat je eigenlijk van pakweg 100 jaar geleden tot nu 33% winst hebt gemaakt in wat luchtweerstand betreft. En dat is iets dat we eigenlijk nu ook nog eens zouden kunnen testen in de windtunnel zelf, met een windtest. Zo, Rien. Het zit erop. Nu is er nog één ding dat je moet doen. En dat is trainen.